bijna zover. Het moment waarop kinderen weer massaal richting klaslokaal trekken. Vele onder hen pikken een oude gewoonte na een lange zomervakantie opnieuw op. Maar anderen zullen bijvoorbeeld voor de eerste keer met de fiets naar school gaan. Een degelijke voorbereiding, goed zichtbaar en alert zijn, helpen zeker om alles veilig en vlot te laten verlopen. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Voor de eerste schooldag? Ja. Hebben jullie iets voorbereid om ja, voor de eerste keer terug naar school te gaan? Want ik denk dat de mannen met de fiets naar school gaan en dat jullie ze begeleiden. Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk gezorgd dat de fietsen in orde zijn. We hebben die nog eens extra nagekeken in het weekend. Alleen de papa heeft dat gedaan. Dat de boekentassen s'avonds klaarstaan. Dat we die gemaakt hebben en dat de kleren klaar liggen, zodat we 's morgens rustig aan kunnen doen. Dat je geen stress hebt. Dat is misschien wel belangrijk. Zorgen jullie er ook voor dat jullie goed zichtbaar zijn? Hoe doe je dat? We doen een fluovestje aan. Aha. En een helm. Oké, waarom die een helm? Want als ze dan vallen, dan aan. En als je dan. Ja, die op mijn kop. Lies, voor welke route kiezen jullie? Wij kiezen. Merendeel wel voor de veilige route eigenlijk. Die is iets langer. Ja. Maar we opteren toch liever voor de veilige en een langere route dan de kortere en gevaarlijke. Ja. Ik fiets beter dan deze. We gaan de fietser eens controleren. Wat moet hij hebben? Uiteraard remmen. We gaan eens testen of die remmen wel werken. Voilà, perfect. Een bel. Een witte reflector vooraan. Een rode reflector achteraan. Oranje reflectoren in de pedalen. Oranje reflectoren in de wielen. Of een reflecterende strook langs weerszijden van elke band. Lichten moet je natuurlijk ook hebben s'avonds en als de zichtbaarheid minder is dan 200 meter. Die lichten mag je op je lichaam dragen of op je fiets. En die mogen zelfs knipperen. Op een kinderfiets, mountainbike of koersfiets zijn reflectoren slechts verplicht als je er 's nachts mee rijdt of als het zicht minder is dan 200 meter. Lies, Gunther, hoe is de eerste rit van het nieuwe schooljaar verlopen? Alles is goed verlopen, we zijn er veilig toegekomen. En zonder stress ook. Dus ondanks de drukte. Maar we hebben gelukkig elke ochtend en avond een gemakkelijk hoefzichter aan de poort staan. Dus dat is toch ook wel een groot deel van de veiligheid. En ik zie dat de Joppe nog in vakantiemodus is. Hier is nog een beetje in vakantiemodus, ja. De fiets is één manier om naar school te gaan. Maar je kan ook kiezen voor het openbaar vervoer, de schoolbus, de auto. Of je kan ook gewoon te voet gaan. Hoe dan ook, voorzichtigheid is en blijft de moeder van de porseleinkast. Bij Ruben, ik ga elke dag te voet naar school en mijn papa gaat altijd mee om mij te begeleiden. Onderweg komen we een aantal zebrapaden tegen en dan probeer ik Ruben attent te maken. Kijk goed links, kijk goed rechts. Maak ook contact met de chauffeur en zie dan dat je over kan. Ik neem de bus bijna elke dag, want met de fiets is het nog een beetje te gevaarlijk. Er is een busbegeleidster bij en die zit erbij om de kindjes op de bus zelf in het oog te houden. En om de kleinere kindjes mee op te laten stappen en terug af te laten stappen. Gaan we zeer plezier? Wij gaan altijd met de auto naar school omdat het eigenlijk veel te ver is met de fiets. Omdat het altijd zo dicht is aan de school, stoppen we hier een beetje verder van de school. En kunnen de kindjes rustig naar de school toe wandelen. En dan zijn ze al een beetje rustig. Veiligheid boven alles. Vertrek daarom goed op tijd. Dat is alvast één stressfactor minder. Geef als ouder steeds zelf het goede voorbeeld. Leer je kind om zich zelfstandig en veilig te gedragen in het verkeer. En wees in de buurt van een school extra waakzaam. Zo gaan we samen voor nul verkeersslachtoffers. Of go for zero.